Diversiteit. Een onderwerp wat me erg aanspreekt. En al was het maar op het feit dat ik mijn huis deel met vier dames. Eén vrouw, Doreen, en drie dochters, Michelle, Danique en Esmee. Dus de dames zijn in overtal, om het zo te zeggen. Altijd zijn er grappenmakers die zeggen, dat zou je wel moeten zeggen. Ik heb dat ook al eens een keer eerder gezegd. Maar dat is niet waar. Diversiteit in meerdere opzichten spreekt me erg aan. En ik ben altijd op zoek naar diversiteit in kennis. Mensen die diverse achtergronden hebben, diverse belevenissen, diverse ervaringen. Jong, oud, allochtoon, autochtoon, maar ook gehandicapt, niet gehandicapt. Seksuele geaardheid. Je kan ook verschillende zaken verzinnen die te maken hebben met diversiteit. Hoe mensen anders zijn dan jij. Nou, dat samenbrengen van die mensen heb ik altijd machtig interessant gevonden. Juist omdat het komt tot inspirerende, nieuwe zaken, vaak tot innovatie. Je ziet ook dat succesvolle, innovatieve teams vaak bestaan uit mensen van verschillende culturen, achtergronden, ja, noem het ras, noem het geloofsovertuiging. Maar juist die mensen met die verschillende achtergronden, die verschillende belevenissen, kunnen tot een succes maken. Nou, daarom volg ik nu ook deze laatste dagen de hele discussie rondom Rutte Verhagen en het feit dat daar in de nieuwe kabinet te weinig vrouwen zijn opgenomen. Tja, ik neem toch aan dat Rutte en Verhagen het goed met ons voor hebben. Dus wie weet gaan ze vanuit van die diversiteit van kennis en zit die helaas niet anders verpakt. Zoals gezegd, diversiteit spreekt me aan. Ik zie er duidelijk de voordelen van in. Maar de stem die nu opgaat, we moeten er quota voor benoemen. Dat zei Ben Verwaaien een paar weken geleden al, dat is een zwaktebod. Dat betekent eigenlijk dat je jezelf erbij neer hebt gelegd dat het niet anders kan dan het opleggen van normen. Ik denk dat we het eerst eens moeten zijn over het principe van gelijkheid. Kunnen we elkaar gelijk behandelen? Willen we elkaar gelijk behandelen? Willen we accepteren dat die ander anders is? Als dat zo is, en dat geldt zelfs de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, hoe modern wij ook leven, dan kan je ook praten over diversiteit. En er zijn wel degelijk voordelen te halen uit diversiteit. Tot die tijd wil je jezelf in verdiepen. Ik heb hier een boek. Managing Diversity, The Dynamics of Managing Diversity. Dit is een aanrader. Neem het maar eens een keer in je op. En wie weet, misschien helpt het ook wel de regering Rutte Verhagen.